Welkom bij de eerste, de beste commercial show. Hey. Deze week maken we kennis met Claire. Behalve enthousiaste huisvrouw en liefdevolle moeder is Claire ook de uitvinster van een reeks wel heel vernuftige producten. Hahaha, niet waar, Claire? Ja. Dat is toch wel spannend. Ik had dat nog nooit gedaan. Reclame. Het is toch een beetje stress eigenlijk. Goedemiddag. Dag, mevrouw. Ja, ik ben de moeder van David de Maarschalk. Waar zou ik hem kunnen vinden? Mevrouw, ik moet daarop zoeken. Ja, ja, dat zeker. Nog een keer. Ja. Ja, ze... Ik heet niet Claire. Ik heet eigenlijk Vera, maar voor dat reclamespotje hebben ze gezegd dat het beter is om Claire te heten. Ik laat ze doen, hè. Ja, mevrouw. Ja? Ik heb het hier al gevonden. Ja. Die zit in lokaal 13 bij aardrijkskunde. Dank je wel, mevrouw. Goeiedag. Ja, dag. Ik zou het niet zeggen, waarom doet je dat? Maar mijn zoon, die heeft zo echt heel veel, die is heel gevoelig aan zijn luchtwegen. En ik dacht, ja, die moet heel de dagen op school zijn, in een klasje zitten. Dat houdt hem niet uit. Een ander Spaanstalig land onder Bolivia is Argentinië. En zo, van het een kwam het ander en nu heb ik een doos vol, hè. Ik heb hem al gezien. Het is hier. Niemand? Ja. Buenos Aires. Inderdaad, Buenos Aires is de hoofdstad van Arg... Ja? Goedendag iedereen. Goedendag. Dag David. Mannen, dit is mevrouw Claire. Ah. Allee, zottering. Geef mij een kus, kom. Ja, ik ben gewoon zijn moeder. Kom. Zie, ik heb voor jullie een fantastisch cadeautje bij. Voilà. Zou zeggen, wat is dat? En dat is de Air at School Kit. Heb jij tijdens de les ook soms last van hoofdpijn? Hardnekkige huidirritaties? Of een droge keel? En heb je genoeg van een klaslokaal vol muffe geurtjes? Dan is er nu speciaal voor jou de Air at School Kit. Een handige toolbox met een reeks unieke uitvindingen om de lucht in jouw klas gezond te maken. En dat alles voor geen geld. Fantastisch toch? Ja, ik had al direct iets gezien als ik binnenkwam. Er staat hier geen enkel raam open. Er staat hier geen enkel raam open, David. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Doet jij nooit een raam open in de klas? Die blijven niet vanzelf open, die vallen gewoon terug dicht. Ah, die vallen gewoon terug dicht? Daar heb ik iets heel ferm voor. Kijk, de raamstop. De raamstop van Claire is een eenvoudige tool om dichtklepperende ramen moeiteloos open te houden. Geen kattenpis, lekker fris! Kijk, hè. De raam open. En dan moet je dat hier gewoon tussen zetten. Zo. Zet je? En dat wipt zo een klein beetje mee, zo. Dus die kan nooit niet dichtvallen. Goed, hè? Amai. Zeggen we dan. Ah, goed, hè? En dan heb ik hier nog een wekkertje. Amai. Goed, hè? Amai toch, hè? Ja. Dus, want je gaat natuurlijk vergeten wanneer je het raam moet openzetten. Omdat je zo aandachtig aan het luisteren bent naar de les. En dan kun je het wekkerje opzetten. En na een half uurtje, tringelingeling, raam kunnen open, frisse lucht binnen. Goed? Wauw. Dankzij de Voel je lekker wekker. Ha! Zet je voortaan tijdig de ramen open. Geen uitvluchten, maar uitluchten! Dit is de CO2-meter. En dus... Hier, we zitten om...
ja. Legendarisch. Natuurlijk, ja, ik weet het, ik weet het. Je moet dat in stopcontact steken, hè, en dan aanzetten. Hè. En dan zie je, je hebt drie aanwijzingen. Hè. Een groen lichtje voor als het oké is met de lucht in de klas. Een oranje lichtje dat je denkt, ik word hier toch een beetje... Hè. En het derde is dood. Rood is dood. Dus je steekt dat gewoon in stopcontact en je kijkt wat er gebeurt. Ja, 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 Claire heeft het weer voor elkaar. Voel je beter met deze meter. Een feilloze registratie van het CO2-gehalte. Met drie handen glits. Groen, oranje en dood. Rood. En dan heb ik hier nog... Voilà. Maar nee, dat is een brooddoos. Brood vergeten, vriend. En dan heb ik hier nog iets fantastisch. Dat is de airshot. Dat is een doosje vol met airshot. En dan kun je weer een minuutje voort en dan kun je nog naar de vensters strompelen om ze open te doen. Wat denk je? Ik heb er zo twee. Kun je die doorgeven, alstublieft? Airshot. Wow, deze airshot werkt echt! Gebakken lucht? Ik dacht het niet. Met een extra surprise voor snelle bestellers. Dat helpt ook. Dat is beter. Als dat allemaal niet helpt, dan heb je ook natuurlijk nog altijd het handleidingboekje. Maar dat is meer voor de leraar. Ik dank u wel. Ik hoor u al denken, dit is te mooi om waar te zijn. Ja, dit wonderbaarlijke pakket is van jullie als je belooft het bijgevoegde raamcontract te ondertekenen. Een fluitje van een cent voor een zucht van verluchting. Claire doet mee. Jij toch ook? Je doet er nog mee. Wow! Yes! Yes! Goed bezig. David! Dat was top, hè. Die waren mee, hè. Frisse lucht, hè.